kijkers van Ghostmasters, welkom natuurlijk bij een gloednieuwe video. En niet zomaar een video, een gloednieuwe GTA video. En vandaag ben ik niet alleen, want vandaag ben ik samen met... Die boy, Robin boy. En met... Keanu. En met... Lennart. We zijn vandaag met z'n vieren, maar zoals je ziet, er staan drie auto's. Want Lennart gaat bij mij in de auto zitten en dan gaan wij samen onze auto dan tunen. En dan, hun twee gaan dan apart, dus Keanu en Robin gaan dan apart. Maar voordat we deze video gaan beginnen, doe vast een blauw duimpje omhoog. Zijn jullie nieuw? Abonneer dan en dan gaan we beginnen met de pimpwedstrijd. Deze is niet van mij. Ik denk dat die van mij was. Wow, ik val. Ja. Lennart, Rayma was aan het ding, hè? Rayma is gewoon. Dan ga ik. Zet waypoint. Oh, ja, is goed. Even naar de Los Santos. We gaan toch gewoon naar die van de stad, hè? Waar we altijd naartoe gaan. Ik zie deze truck. Ja, die truck heb ik daar neergezet. Ja. Dan ben ik even aan het opzoeken, want Keanu had dat gisteren naar mij doorgestuurd hoe de auto heet. Dus dan ben ik even terug in de chats aan het kijken. De Spyker C8. Aileron, of Aileron, of hoe heet die? Keanu? Aileron. Dus dat is een Maserati, als ik het goed heb, toch, Keanu? Denk het. Maserati, soort van, denk ik. Ik weet niet zeker, hè, maar we proberen gewoon, want sommige auto's lijken wel heel veel op elkaar. Net als de Mini Cooper, je hebt verschillende modellen, waardoor de voorkant, die lijken gewoon allemaal hetzelfde, maar het is zo meer die achterkant een beetje, maar. Als ik het goed heb, is dit een Maserati en een Spyker C8 Aileron of Aileron of ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja, dingen. Ja, het is een Maserati. Als we het fout hebben, laat het weten en dan bij de reacties. Ja, laat het sowieso. Laat het weten. En laat ook weten wie deze pimpwedstrijd heeft gewonnen. Ja, ik reed ook gewoon vol. Rijkunsten, jongen. Rijkunsten. Oké, daar gaan we dan. Brakes. Race brakes natuurlijk. Bumper. Custom. Hier heb je natuurlijk weer zo'n extra laagje. Ja. Die laatste, hè. Maar ik wil er niet echt zo'n raceauto van maken. Meer zo'n ronde ver. Ja, kijk, bijvoorbeeld dit vind ik wel nice. Ja, dat is ook wel vet. Dat past meer bij die auto. Ja, begrijp je zo. Raceachtig vind ik niet zo makkelijk. De achterkant. Je kan ook zo dingen erin zetten, zo. Of gewoon normaal houden. Gewoon normaal houden? Dat vind ik goed. Ja. Ja. Gaan we naar de engine. De blok zo van achter, hè? V8. Oh, die is vet. Ja. Holy shit. Deze, of deze. Onze twee blokken zijn ook al nice. Zo. Ja, die vind ik vet. Deze. Die? Ja, die vind ik vet. Ja, die is wel nice. Even doorkijken. Die is ook wel nice, of niet? Ja, die vind ik echt vet. Die lijken op elkaar, deze en deze, hè? Ja. Maar dit is een MK2. Of nee? Nee. Ik doe gewoon deze dan. Level 4 natuurlijk. Exhaust. Dan gaan we even gas geven, zodat jullie dat zien dan. Wow. Next level. Vier uitlaat. Deze is wel sick. Die is ook hard. Goed, in het midden dan, hè. Wow. What the fuck? kijk achteruit. Wow. Holy shit. Duidelijk spectaculair. Gaan we deze doen? Ja, doe die. Hey, deze is sick. Explosieven, nee. De grill. Oef, nee, dat vind ik gewoon mooier. Dat past meer bij deze zo auto's. Welke hebben we gewoon erop? Deze, maar die zijn zo ingebogen. Ja, maar dat vind ik echt vet aan die auto's. Hier heb je zo, zeg maar, de logo van het merk heb je dan weer erin. Of natuurlijk weer chrome.
Of dit? Ik ben meer van dit, hè? Eerlijk. Ja, dat is ook wel mooi. Of gewoon zo dit, hè? Oeh, dat maar... is ook wel vet. Dat lijkt echt alsof die gewoon aan het smilen is, die auto. Ja, dat wel. Ik denk gewoon dit, hè? Ja, dat is ook. Ja. Ik vind het wel sexy. Dan gaan we naar de motorkap. Oh, deze. Deze, die is ook wel sexy. Ja, dan heb je zonder wel. Die zijkant. Oh, kijk, die is ook wel vet. Deze. Ja. Houd jij van carbon? Nee, maar ja, val mee eigenlijk. Maar gewoon zo in het zwart is die ook vet. Wow. Oef, ik vind deze wel sick. Ja. Maar ik vind deze ook gewoon zwaar. Of nee? Dit of? Ja, ja zo. Oh. De? Nee, nee, eentje verder geworden. Ja, die. Oh. Ja, die is ook wel sick. Maar dan heb je ook deze. En ik vind deze echt wel nice of zo. Ja, die is ook nice. Gaan we deze pakken? Ja, pak die. De hoed. Die dingetjes erop gaan we toch niet doen of wel? Die zijn zo. Nee. Dat is niet mooi. De horen, Andreas. lights. Deze. De livery. Wow, gaan we een livery erop gooien? Nee. Ik wil er niet. Dat kan wel vet zijn, joh. Ja, ja, maar ik wil er niet op zich zo een sportauto van maken. Oeh, dat is wel vet. Ja, misschien dan nog een andere kleur kunt doen. Ja, kom zo meteen met livery wel terug. Ik wil wel denken wel hoe iets met livery. Black gewoon te plaat. De kleur doe ik altijd als laatste, de roof. Wow, dat vind ik niks op in auto passen. Wacht. Nee, ik vind dat niet echt zo bij een auto passen. Oké? Okay? Kom mee. Skirts, gewoon ja. Oké, okay, spoiler. Oh. Hier moet je geen hoger bij doen, joh. Dat ja, past niet bij deze zo. Auto. Kijk, zo deze dan. Ja, oké, okay, die is al hard. What the fuck? Oh, die is ook al vet, joh. Ja, die laatste, hè. Maar ja, weet je wat ik ook wel hard zo. Vind? Deze. Wacht, deze. Ja, daar weg. Wat jij nou zien? Toch? Ja. Die vind ik niet zo. Die vind ik ook al hard, joh. Deze? Ik heb er snel de dingen in. Ja. Ja, rip mij. Kijk, dan heb je deze. Die is een beetje zo kleinachtig. En dan heb je deze. Deze is zo lang. Maar dat is gewoon dezelfde. Ja, maar weet je, ik vind dat niet mooi, omdat die is te klein voor die achterkant. Snap je? Ja, ja, ja. Gewoon deze dan? Ja. Ja, ja, die rode, joh, die past gewoon bij. Ja. Transmission super, 50k kwijt. Turbo ook 50k kwijt. De wheels. Gaan we sportwielen erop zetten? Ja, doe. Dus gewoon kijken. Even rondkijken. Ik vind deze wel sick. Ja, die zijn wel sick bij deze. En dan... Ja. Ik vind dit gewoon... Oeh. Niet normaal. Die zijn wel nice. Zwart. En dan gaan wij Windows ook gewoon zwart. En dan gaan we nu naar de kleurtje. Ja, wat voor dan kleurtje? Dan moet even kiezen. Nee, ik zat te denken aan zilver. Oeh. Oeh. Oh, deze auto is echt vet. Nee, Keanu. Maar ook weer zo'n beetje dit. Maar ik denk dat ik dit ga pakken. Dan leek je echt... Nee, ik denk grijsachtig. Ja, maar... Zo. Ik vind het zo'n beetje zo'n RS6 kleurtje. Dat is niet zo... Ja. Heb je ook dan deur gedaan, ja. Zo leek hij zo fucking snel. Ja. En dan nog een beetje sportachtig, maar niet te sport. Maar deze is ook wel sick. Vind ik toch. Ja, ja. Maar dit ook. Misschien kijk eens verder, misschien een nog vettere kleur.
Handig, man. God is ook wel vet, joh. Ik wil eigenlijk zo versies van deze halen. Zo'n sportversie, maar ook gewoon een street sportversie. Ja, zo'n raceversie dan. Holy shit, man. Als het de raceversie doet, die altijd geel. In het gele auto vind ik wel stuk. Ik was ook aan het nadenken om deze geel te doen. Maar zometeen gaan we deze auto ook waarschijnlijk tegen een auto, andere auto laten racen. En Robin of iemand anders, wie wil een auto erbij halen? Iets legit, yo. Ik denk echt dat dit hem wordt, man. Letterlijk. Ja. Dat is nou zo'n supersport. Die vind ik ook heel vet bij deze auto. Zo, gaan we deze doen? Ja, die. En nooit, kijk nu zo bij die dingen, zo bij die lijnen die je op je auto kunt zetten. Ja, is goed. Dus dan pakken we deze. Maar deze moeten we dan. Gaan we deze ook gewoon zwart houden dan? Een beetje match met de velgen en de ramen. Of mat. Zo, dat dak. Ja. Wou je kijken? Ah, delivery. Ja. Zano. Wee, joh. Aan de ene kant is die sick, maar ook weer niet. Misschien met een lichtgrijs past dat nog meer, hè. Ik denk gewoon die motorkap, dat het er niet bij past. Ja, nee, daarom, maar ik wil die motorkap bouwen. Zou ik die streep dan gewoon niet doen? Dat past al veel bij die auto eigenlijk, maar dan die motorkap is dan weer niet nice. Ja, ja, en daarom. Zo is die ook fucking vet. Gaan we die gewoon zo houden? Ja, hou die gewoon zo, joh. Oké, ja. Waarom zit de auto? Ik ben echt benieuwd naar hun. Oh shit. Ja, boys, zou ik deze kleurtje erop laten of gewoon zilver? Echt gewoon puur zilver. Deze. Deze. Maar dat is weer zo'n echt sport. Oh. Deze heb ik trouwens denk ik ook. Wow. deze heb ik trouwens ook op mijn minicoop gestaan. Oké, dus dan is dit mijn auto geworden. Heeft hij nou. Even kijken. Hij heeft gewoon twee kofferbaks. Ja, hoe bent je van kleding? Lelijk, jongen. Dus hey, maar hoe noemde die auto? Neo. Neo. Zo. Nee, jongen. Dan mooie uitlaatjes. Dan is deze nee, van jongen. Keanu. Mm-hmm. Touwtjes bumper, andere grill. Zelfde de hoed als mij, denk ik, toch, hè? Had je die al voorlaatste? Ja. Yeah. Dus ons. Keanu, wil je een beetje vooruit, hè? Is goed. Thanks. Robbe geeft trouwens ook als school. Hij heeft al die uitlaten. Ja, deze is ook wel sick, vind ik, ja. Kijk, wit. Deze auto aan de voorkant doet me denken aan de XA21. En ik heb hem trouwens ook in het wit. En deze is die dan van Robin. Hij heeft wel gewoon de zilveren exhaust eronder. Ja, deze is ook wel sick. Dus mensen, laat sowieso in de reacties weten welke auto jullie de beste vinden datgene heeft gemaakt. Ah. Deze auto doet soms. Sommige auto's doen echt moeilijk, hè? Dat die dingen niet. Hey, okay. Ik zag het wel een geestje. Of nee, hoe doet je dat? Ik weet het niet. Ik zal starten. Ik kan maar niet starten. Ze hebben meer zo'n geestmodel. Ja, ja. Nee, kan ook niet. Zal ik anders even proberen? Ja. Nee, ik kan dat ook niet. Er is al een evenement gaande. Maakt niet uit, dan gaan we gewoon naar die ene plek waar we naartoe waren gegaan. Gewoon op het begin. Nu gaan we een race doen naar het vliegveld, toch? Ja, is goed. Oké. Okay. Iemand granaat of gewoon aftellen? Ik doe granaat. Goeie. Oké, okay, beter krijg ik gewoon geen. Welke auto gaat je zo meteen bellen of iemand? Iets legit, joh. Stop, Lutz. Oh.
Ja. Alsjeblieft, ja. We bukken elkaar, hoor. Wow, 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 wow. Oh. Wow. Oké, allebei uit je bocht gevlogen. Ja. Ja, blocht, man. Ja, blocht. Mooi blocht. Deze auto is gewoon super. Plaatsen. Wat is het? Een blocht? Maat, slep. Die zat slep, maar die slept wel. Ja, die slept. 1 op 10 hoe die al goed die slept. Maar snelheid geeft gewoon 7. Echt gewoon een 8. Oh. Maar je kunt er denk ik wel lekker in driften. Snelheid. Oh, mensen. Fuck. Wow, 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 wow. Goed zo. Hallo. Oh. Ja, lekker op en aan hoe ik kan vind. Hoppa. Ja, wat? Even. Zou ik hem nog kunnen inhalen? Nee, hè? Nee, ik denk niet. Wow. Oh, die was fucking mooi genomen. Oké, ik bel even mijn andere auto. Ah, ja, is goed. Lennart, wil jij trouwens drag racen? Ja, is goed. Ja. Oh, laat me hier eens even rijden. Ah, ja, is goed. Hoor. Ik ook even een andere auto bellen. Ah, deze auto. Op zich voor zo'n kleine bochtjes misschien. Dat die dan wel goed is, maar... Op zich een grote bocht is deze auto, nou, dan zou ik die echt wel een 4 of zo geven, want bochten, dat is niet zo'n ding. Nee, ik ga hem niet doen. Nee. Hey boys, kom even naar hier. Ja, ik ben sneller bij u als ik hem niet opblaas. Nee, dat kan niet. Ja, ik ga mijn eigen opblazen, maar die is weg. Goed zo, man. Begrijp je wat ik bedoel, Lennart? Daar is het, hè. Nu bel ik mijn Audi even. Ja, die maakt geen kans. Boeit me niet. Wacht, ik weet geen sportauto's. Ja, die vergat is een sportauto. LG? Nee. Toch? Gewoon even ja. Tegen. Nee, doe een RS5. Hoor, RS5 is ook Ik ben wel benieuwd. Lennart, begrijp je wat ik bedoel met die bochten? Kijk. Wat de... Goed zo, jongen, Lennart. Oké, okay, Lennart, gaan dingen. Wow. Robbe, ga even naar die plaats. Dan volgt Lennart die opschap. Want ik denk dat iemand even in zijn kamer is gekomen. Ik kan niet zo hard rijden, want dan weten ze misschien welke al sneller is. Ja. Die groene lijn of andere? Ja, gewoon groen. Deze toch? Lennart, zodra die bom afgaat, gaat moet je gewoon vertrekken. Lennart, nog naar voren. Nog. Nog. Ja, op die lamp. Met je banden daarop. Ja. Nee, nog iets naar voren. Ja, dat is goed. Ja, zo. Lennart was niet op tijd overtrokken. Ja, maar wacht niet eens. Oké, okay, ja, wacht. Ja. Hij is sneller dan de RS5? Of nee? Ja. Ja. Hij is...
sneller dan de RS5. Maar, nee, wow! Ik ga erover! Ah, nee! Ah, ik denk dat... Hij is sneller dan de RS5, maar dan de Italia GTO niet. Mossen, rijd jij nu eens? Even kijken welke snelheid ze hem optrekken. Ja, is goed. Leonard. Laat me dan... Oh, thanks. Kom even bij mij stappen. Zo, even de hek opgebroken. Mensen, gaan we nog één keer testen en dan gaan we de video afsluiten. Mensen, als jullie nog casino video's willen of... Missies. Maakt niet uit, missies, deathmatch, maakt niet uit, races. Kies maar iets, laat dan sowieso weten in de reacties. En laten we dan dit keer gaan voor de 10 likes. Want we bijna op elke video wel 10 hebben gehaald. Laten we dan voor deze ook gaan. En trouwens, push allemaal die andere video's even omhoog. Want de eerste twee video's gingen wel heel dik, zeg maar. Maar die laatste twee gingen iets minder. Dus push je even omhoog. Dank klaar. Wow. Wow. Goed tegelijk. Nee. Wacht, ik heb net geschakeld. Ik ben net geschakeld. Optrekken zijn ongeveer hetzelfde. Wow, wow. Nee, nee. Ja, Lennart spreekt eruit. Bossen, ik heb hier al een hek open gemaakt voor u. Ah ja, goeie. Kom. Lennart. Waar zit die jongen? Waar? Ah, hier. Oké, mensen, dat was de video voor vandaag. Vond je deze video nu alvast leuk? Vond je deze video al leuk? Vrees beleid, mocht je doen. Zijn jullie nieuw? Abonneer dan en dan zie ik jullie bij de volgende video.